NOS, het journaal. Goedemiddag. In het noorden van het land, met name in Drenthe en Friesland, zijn de wegen spekglad. Volgens de politie in Drenthe is het onverantwoordelijk de weg op te gaan. Verschillende busdiensten zijn uitgevallen en wegen zijn afgesloten. Aan het eind van de nacht begon het in het midden van het land te regenen. De vorstgrens schoof daarna naar het noorden op. Vanmorgen waren er al tientallen ongelukken, maar er was alleen blikschade. De meeste ongelukken gebeurden op de A12 tussen Veenendaal en Den Haag en de A28 tussen Utrecht en Bijlen. De provinciale weg tussen Zwolle en Zuidlaren moest worden afgesloten omdat de weg door de gladheid onbegaanbaar was. Vannacht had eerst het midden van het land last van de ijzel. Nu zijn de problemen verplaatst naar de drie noordelijke provincies. Rijkswaterstaat heeft op de vroege zondagochtend een proef uitgevoerd met een nieuw strooimiddel voor Zoab-wegdek, calciumchloride. De proef vond plaats op de A12 bij Schaarsbergen. In Noordwest-Bosnië zijn gisteravond Britse troepen beschoten. Het is het zwaarste incident sinds het begin van de vredesmissie. Door wie ze onder vuur zijn genomen is nog onbekend. De Britten reden door de stad Sanski Most in hun panzervoertuigen, dwars door de linies tussen Serviërs en moslims toen ze werden beschoten. Bij de Britten vielen geen gewonden. Onduidelijk is of bij de tegenpartij wel iemand is geraakt toen de Britten terugschoten. It was the first time the British forces have fired at since D-Day, and it's certainly the first time that we've retaliated against directed fire. De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, verscheen gisteravond voor het eerst in 2 weken weer in het openbaar. In zijn kerstboodschap, vandaag wordt het orthodoxe kerstmis gevierd, toonde hij zich in grote lijnen tevreden over het verloop van het vredesproces. Peace, peace and peace. We are very glad. This is the first Christmas in a peace. First Christmas in free and recognized Republic of Srpska. And we are making enormous efforts to implement the Dayton Agreement. Zonder hem te noemen gaf Karadzic de Servische president Milosevic de schuld voor het verlies van Sarajevo. Ook al duurt het jaren, we moeten die gebieden ooit terugkrijgen, zei Karadzic voor aanvang van de mis in Pale. Bij een brand in Breda zijn vanmorgen vroeg 2 mensen omgekomen, vermoedelijk een vrouw en haar zoon. Een man raakte gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. De woning is grotendeels verwoest. President Clinton heeft het congres een plan voorgelegd om de Amerikaanse begroting in 7 jaar sluitend te maken, zoals de Republikeinen eisen. Maar anders dan zij wil Clinton niet bezuinigen op de gezondheidszorg voor ouderen, onderwijs, milieu en de belastingverlichting voor werkende gezinnen. Clinton hoopt nu de begrotingscrisis die voor 500.000 ambtenaren 3 weken gedwongen verlof betekende, definitief te bezweren. And I hope that no Congress will ever again shut the federal government down in this way. As has been said, it is morally indefensible to hold needed government services and hardworking federal employees hostage in a political battle. Veel ambtenaren hebben gisteren meteen hun werk hervat, nadat Clinton 2 wetten had ondertekend waarmee uitbetaling van hun lonen voorlopig is geregeld. De Amsterdamse rapgroep Osdorp Posse heeft de Nederlandse Popprijs gekregen. Ze ontvingen de prijs op het Festival van de Nederlandse Muziek in Groningen, Noorderslag. Opruiend en humorvol, dat is de Osdorp Posse, zegt de jury. En het resultaat is ernaar. Uitverkochte zalen en doorgezakte festivalpodia. De Popprijs 95 wordt jaarlijks toegekend aan artiesten die een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse popmuziek hebben geleverd. De recordprijs in de Britse Lotto wordt voorlopig gedeeld door 3 winnaars. En dat is bijna 35 miljoen gulden de man. Want er zat een recordbedrag van ruim 100 miljoen in de pot. The moment has arrived. Will you be a winner tonight? Watch the machine. Zo'n 50 miljoen Britten zagen gisteren hun droom in rook opgaan. Ze hadden de juiste combinatie niet voorspeld. Maar die kans was ook miniem. 1 op 14 miljoen. De lotverkoop steeg de afgelopen dagen tot een recordhoogte. Op het hoogtepunt verkocht de Nationale Loterij zelfs 5000 loten per seconde.
De namen van de winnaars worden niet bekendgemaakt uit veiligheidsoverwegingen. Maar de Britse pers zal de komende dagen een klopjacht openen om de gelukkigen toch te achterhalen. Dat is de verwachting. Ten slotte het weer. Vandaag eerst nog af en toe regen. In het noorden ijzel en plaatselijk is het daar nog zeer glad. Middagtemperatuur van 9 graden in het zuiden tot 2 graden in het noordoosten van het land. En vannacht is er plaatselijk mist. Het volgende journaal is om 4 uur op dit net. Een prettige dag verder.